Dag poepie. Goedemorgen. Het is wel relaxed toch? Het is heel chill. Dat Els vandaag beter wordt verzorgd dan wij zelf. Vind je het nog leuk Els? Nou, volgens mij wel. Ja, toch wel nieuwsgierig. Oh, het is ook precies die arrogante kop van haar. Ze vinden het alles allemaal geweldig. We zijn aan het zoeken naar platen hoe ze met katten. Of met Els in de titel, Somebody Else's Lover. Dat is toch een beetje een mooi decor. Oh ja, dat is echt een goeie. Oh, leuk. Leuk hè? Ja, oh, dat is ook goed. Eet de koffie. Misschien jullie dat heel nog wat voor betaald. Ja, 15 euro of zo. Ik zal het raam ook even dicht doen, Nick. Als Erik de Zwart het ziet, wordt hij woest, hè? Waarom? Publiek geld. Publiek geld. Nou, die kat kostte niks, dus... Hey, reageer eens Els, dit is de grote baas, kom op. Ja, je kat is stuk. Nee, die is altijd zo. Jij bent niet zo'n poezemens, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, want toen mijn vorige relatie beëindigde, heb ik het ook in de volgorde gedaan. Eerst met de kat uitgemaakt en toen ging zij mee. Snap ik wel hoor. Ja. Als er 100 hartjes zijn, krijg je dit. Wauw! En dan moeten mensen dus gaan richten. Met de camera. Met dit. Dan moeten ze dat gaan posten en dan krijg je dit. Nee, Els lijkt altijd heel chagrijnig te kijken, maar dat komt doordat ze geen tandjes heeft. Politie heeft vanochtend twee Nederlandse mannen opgepakt in een behoorlijke drugzaak in Australië. Dus ik dacht, niemand meer dan Mick van Wenen. Mick, goedemiddag. Heb je het een beetje gevolgd of komt het nu op jouw pad ook? Vandaag is het Wereldkattendag. Je hoort het goed, het is Radio 2. En we hebben de poes Els van nieuwslezer Martijn Nijhuis live voor onze webcam. En de kleren blijven overigens aan, hè, van de kat, dus maak je geen zorgen. En Els heeft haar... Je ziet alleen maar een poesje. Ze heeft haar poesiealbum meegenomen. En ja, de vraag... Nou, wij zoeken nog een rijmpje voor in haar poesiealbum. Pieter zegt, lieve Els, ik heb een hekel aan poezen... en ik vind poesiealbums fout. Ik vind je baasje knap, zolang je zijn kleren maar aanhoudt. Applaus, heel goed. Nummer 2. Die is van Rick. Geen tanden en 3 poten. Het is een poes, dus ook nog geen kloten. Els is lekker aan het slapen. Ah, ze wordt weer wakker. Nou, het is wel zwaarder dan vanochtend. Ja, dat zijn al die brokjes. Ja. Oké. Okay. Dat was weer genieten. Nee, dankjewel man, dat was echt gek. Ja, dat is echt leuk. De graphics waren ook echt gek. Feest. Hallo. Het gaat heel goed met haar, ze is heel relaxed. Ja. Nou, ze was de meest relaxte van iedereen die weet. Ja, precies. Het was gewoon echt... De grootste professional van de hele... Het was echt heel goed, ja. Was het een vermoeiende dag, Els?